Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlayer 20. En in de vorige aflevering hebben wij de Destroyer gedestrooid. Hebben we de Mega Shark te pakken gekregen. En hebben we dus echt maar een van de Mechanical Bosses gedaan. In deze aflevering ben ik van plan om ergens een Underground Mushroom Biome te maken. Ik weet nog niet precies waar. En ik wil sowieso ook nog heel eventjes naar deze Skybase om daar eventjes een Sky Mushroom Base van te maken. Omdat we daar dan zeg maar heel erg makkelijk Underground Mushrooms kunnen vinden. Dus daar wil ik zeker mee heel erg bezig gaan. Waarom deze? Omdat hier spawnen zeg maar, zover ik weet, niet van die Wivers en alles. Dus even kijken, hier hebben we een Underground Mushroom Biome. Ik weet niet als dit... Ja, dit is allemaal corruptie. Dus ik moet heel even kijken. Maar ja, hier in de corruptie hebben we dus ook. Maar ik wil geen corruptiedoodles hebben. Dus ik ga heel even kijken. Maar volgens mij kan ik. Ja, daar zit ook al corruptie. Er zit een sandwich tussen corruptie. Dus ik moet heel even kijken waar dat ik dat precies ga maken. Maar dat doe ik heel even op screen kijken. Dus ik neem jullie eerst heel even mee. Eerst even kijken hoeveel seeds dat we hebben. Verder wil ik ook in deze aflevering. Dat zijn corruptie seeds. Die moet ik niet hebben. Ik moet. Moonglow seeds. Dan ga je me nou vertellen. Ah, misschien krijg je... Oké, die moet ik hebben. Oké, nou. En dan heb ik ook nog even nodig wat modder. En ik geloof dat ik die heel erg veel had. Aangezien dat we heel erg veel in de jungle hebben gedaan. Even kijken. Kleeblok. Ik zie heel veel steen. Daar wil ik ook nog iets leuks mee doen. Het wordt een beetje een bouwaflevering. Maar tot slot wil ik natuurlijk ook jullie nog verblijden. Ik zie helemaal... Oh, hier. Natuurlijk wil ik jullie ook heel erg verblijden met een baas battle die we gaan doen. Want ik wil eigenlijk een beetje wraak hebben op de baas die ons in één keer, zeg maar, ik geloof 2 afleveringen terug, een behoorlijke moeilijke tijd had gegeven. Zoals bijvoorbeeld de twins was dat we hem kennen. Nou, het makkelijke is, deze skybase waar we nou dus naartoe gaan, is dus best makkelijk om te vinden. Aangezien dat we hem al gehad hebben eigenlijk, we zijn hem al tegengekomen. Dus het enige wat ik daar wil doen is heel eventjes daar gewoon zeg maar het een en ander heel eventjes van destroyen, even weghalen. Even kijken, waar zit jij precies? Want hij zit hier ergens boven. En dan kan ik wel een gravitation potion ervoor gaan gebruiken. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Dus, en dan weet ik dat het dus mogelijk is om een skybase, zeg maar, om te gooien in een bepaalde biome. Dus daar ga ik zeker wel eventjes wat tijd in besteden. Dus wat tijd. Het duurt niet echt heel erg lang. Dus oké, halen we dit? Ik vind dat we dit halen. Hoppakee. Altijd handig als je zo'n ding nog bij de hand hebt. Haha. Oké, nou hebben we water. De water, dan zouden we eventueel weg kunnen lopen. Er staat hier ook geen eiland meer. Dus wat ik wil doen is, ik wil dit heel even vlot gaan maken. Dus laat ik daar eens heel eventjes mee beginnen. En ik wil deze aflevering ook nog eigenlijk een beetje als een speling houden. Want ik heb in de vorige aflevering dus zeg maar de vraag gesteld van wat we zouden kunnen maken eventueel voor een haal me hier eens even uit. Hoe zeggen we dit op zijn Nederlands? Voor een extra huisje die we dus zouden kunnen maken. Dus het zou heel erg leuk zijn als we dus nog een extra huisje zouden maken. Dan wil ik hier sowieso ook nog een huisje maken, aangezien dat het heel erg belangrijk is dat we nog een tweede huisje maken. Deze is speciaal voor een NPC die ze dus zeg maar later tegenkomt. Dus eventjes sorry dat dit heel weer vlak wordt. Ga weg, je staat mij in de weg. Daar hou ik niet van. En er zijn hier ook heel erg veel slime doodles die je spannen. Daar hou ik niet echt van. Ik haat slime doodles. Slime doodles zijn zo vervelend. Jij bent vervelend. Ik zie je wel aankomen lopen. Niet jij, Fiver, maar die slime doodle daar. Oké, nou eventjes hier even mooi vlak maken. Oh, kom niet dichterbij, jongen, want ik sla jou met mijn pickaxe. Ha-ta-ta-ta! Dus wat ik even hier van plan ben om te maken. Ik denk dat ik hier het gaatje naar beneden maak. Zodat we hier dus zeg maar verschillende lagen van... ik denk dat dit diep genoeg is. Dat we dus zeg maar verschillende lagen van... mushroom, biome, stuff kunnen maken. Dus wat ik dan wil doen is hier eventjes dan wat modder plaatsen. En modder, daar moeten we dus zeg maar even onze seeds in. Het nadeel is wel zeg maar, het duurt altijd heel eventjes voordat de modder helemaal compleet is. Ga jij nou eens heel eventjes snel weg. Ik wil hier eventjes iets bouwen, ja. Maar tot modder dus zeg maar eventjes de tijd nodig heeft om dus zeg maar een bepaalde seed erin te kunnen krijgen. Dus daar moeten we natuurlijk wel rekening mee houden. En ga weg, zonnebloem. Niemand vindt jou leuk. Niemand vindt jou aardig. Dit wordt een paddenstoelvlieghuis. Mario zou hier graag willen wonen. Oké, nou, wat ik dus wil doen is, ik wil heel eventjes hier een seed in plaatsen. Dan wordt dit alvast dadelijk een beetje mushroomy. En ga uit het spel, jij. Echt vervelend. Oké, nou moet ik heel eventjes kijken. Want nou kan ik dus even kijken, 1, 2, 3.
Oh, we spannen hier wel harpies. Oeh. Dat kan interessant worden. Nou ja, mij maakt het niet uit. Hopelijk hebben we geen wiffer die je gaat spannen. Nou, met een mega shark hoef ik helemaal daar niet bang voor te zijn. Ik begin de boel hier te slopen. Dat wil ik niet. Even kijken, want ik weet dus dat we nou hier eventjes wat mot nog moeten plaatsen. Dus wat ik dan even wil doen, ja, dat is beter. Is, ik wil, ja, niet hier trouwens, niet hier. Dit even weg. Ja, ik vind een bouwaflevering toch eigenlijk best wel even belangrijk om er ook wel bij te gooien. Aangezien dat het toch al eigenlijk nodig is om dit soort dingen eventjes alvast te maken. Om ervoor te zorgen dat we hier dus dadelijk een hele mooie functionele mushroom biome hebben. Dus daarom wil ik het zeker wel eventjes zo gaan maken. Dus ja, dit kan heel eventjes wat tijd opslurpen. Dus ik denk dat ik er heel even fast forward in ga gooien. Editor, ga je gang. Oké, dat ziet er al een beetje decent uit. Ik zie dat ik één zaadje te weinig heb gepakt. Dus ik doe heel eventjes mijn Magic Mirror. En dan doe ik daar later nog wel heel eventjes een extra zaadje bij plaatsen. Dat doe ik eigenlijk op screen of zo. Dus even kijken, dit mag allemaal weg. Dat hebben we allemaal niet nodig. We hebben al een glowing mushroom. We hebben die andere rotzooi meegenomen. Die ik dus even niet nodig heb. Dus ik ga eens heel eventjes kijken waar dat wij de ondergrondse mushroom bouwen. Omdat we daar dus zeg maar een soort van farm gaan maken voor een bepaald beest dat we later nodig hebben. De reden waarom dat ik dit nu doe is heel erg belangrijk. Op het moment dat we dus zeg maar de farm nodig gaan hebben. Dit moet groeien. En groeien kost tijd. Dus ik heb zoiets van, we kunnen het beter nu doen. Als dat we het pas gaan doen op het moment dat we het nodig hebben. En dan ik weet niet hoe lang dat het spel aan moet laten staan om het te laten groeien. Dus dit is even de reden. Ik knip heel even naar voren dat ik even een goede locatie heb gevonden. Ja, oké. Ik denk dat ik wel een redelijke locatie heb gevonden. Ik denk dat ik het zeg maar ondergronds hier ergens ga maken. Dat ik daar een mooie vierkante ruimte ga maken. Dus dan wil ik heel eventjes bij mijn ammo heel eventjes een paar bommetjes meenemen. Om eventjes de boel daar goed eventjes te kunnen bombarderen. Tot we daar een mooi vierkantje van kunnen maken. Dus ik weet het een beetje een bouwaflevering. Maar zoals ik al had beloofd, op het einde van deze aflevering zullen we natuurlijk ook nog even wraak gaan nemen. Op degene die ons heeft lastig gevallen, zeg maar, een paar afleveringen terug. Dus als ik hier naar beneden ga, hopelijk niet echt te veel doodles tegen te komen. Ik schrik mij helemaal suf. Je moet op niveau zijn, zeg maar, dat je geen achtergrond hebt. Dus ik denk tot hier eigenlijk best wel decent is. En ik hoor een worm. Oh ja hoor. Doe eens even weer een regenwolkje. Doei! Oké, nou, mag ik hier heel even nou... ik moet even hier een dankje. Oké, dus wat ik van plan ben om te gaan doen... Dus ik wil dus zeg maar hier even een ingang maken. En dan wil ik hier een hele grote vierkante chunk eigenlijk maken, zeg maar. Waar dat we ook weer modder neerplaatsen. En waar we dus voor gaan zorgen dat hier dus zeg maar een langwerpig mushroomstukje komt. Want later in het spel is het dus zeg maar heel erg belangrijk dat wij een soort van worm... Ik heb het al eerder eigenlijk over die worm gehad. Maar het is dus heel erg belangrijk dat we dus zeg maar zo'n soort worm te pakken kunnen krijgen. Dus hier hebben we een soort van kamer. Dat is alleen maar goed. Hallo doodles. Bananenring, waarom ook niet? Ik gooi met bananen. Bananen. Hallo. Nou, dit loopt eigenlijk best wel diep. Hoe diep loopt het eigenlijk? Eens even kijken. Beetje licht erbij. Zodat mijn kijkertjes alles ook goed kunnen zien. Hey, kijk, een poldertrap. Het is leuk om die dingen eigenlijk zo kapot te maken.
Ja, op zich kan ik dit wel hier zo dicht maken. Dus hier gaat wat meer constructie in zitten. Maar dat zal ik zeker ook het meeste zeg maar, doen op het moment dat we dus zeg maar, offscreen bezig zijn met al die zooi. Dus dit doe ik heel eventjes zo mooi dichtmaken. Zo, 3 zat, denk ik zo. Eventjes hier een toortje, dat we allemaal kunnen zien wat ik aan het doen ben. En alles wat we dus zeg maar open laten, dat doen we mooi eventjes wegwerken met meer explosies. Dus alles wat eronder gebeurt, dat gaat ons niet meer echt heel erg veel interesseren. Misschien is het eigenlijk... Ja, trouwens ook al later ook nog wel. Dat doe ik offscreen wel eventjes. Gewoon dan zeg maar het mooi verfijnen met blocks. Wat heel erg handig is om dus zeg maar onze lagen te maken en onze truffle worm te kunnen laten... Volgens mij heten ze truffle worms. Dus ik dacht het wel, ik weet het niet zeker, maar volgens mij heten ze zo. En anders, Fiverr zegt dan nou wel wat het anders zou zijn, dus... Maar goed, dat is dus zeg maar om een hele moeilijke baas later zeg maar te kunnen verslaan. Dus waarom maak ik dit eigenlijk? Ja, omdat ik heb maar heel weinig mudblocks, dus... we hebben water, ik haat water. Kunnen we dat water niet heel even... Laten jullie me nou eens eventjes maar rustig als ik hier aan het bouwen ben. Ja, jongen, jij al helemaal met je lelijke corrupt oog. Ga weg, corrupter. Ik word helemaal corrupt van jou. Oké, dan kan ik dit water heel even sneaky even hier laten wegzinken. Gewoon hier naar beneden. We flutten gewoon heel dit beneden stukje hier. Maar weet je waar, maakt het uit dat het even hier naartoe loopt. Ik bedoel, het loopt van eigenlijk toch weer deze kant op, zo hier naar beneden. Ah, ik verzuip jullie allemaal. Oké, even wachten tot het water helemaal weg is. Ondertussen kan ik het hier al even weer opvullen. 3 hoog. Even wachten tot dat weg is. Nou, dat duurde niet zo lang. Oké, dat is mooi. En dan wil ik even kijken, want ik wil best wel een groot stuk hier eigenlijk maken. En het is eigenlijk best wel handig dat deze pickaxe op het moment dat we hem swingen, tot het dus zeg maar een extra... ja, een extra dinges geeft. Een extra licht. Dus, oké. Ik denk tot en met hier zo. Oké, eentje nog meer zo. Dan gaan we hier omhoog. Omhoog. Naar de zon. Naar de hoofdplek waar dat we eigenlijk naartoe willen gaan. En ik moet sowieso toch meer mushroom seeds hebben. Dus, dan moet ik toch even een beetje voor meer gaan farmen zo te zien. Oké, nou, is dit hoog genoeg? Ik denk het wel. Een beetje hoog genoeg. Ik wil hier echt een mooie farm van maken, jongens. Ik wil jullie laten zien hoe mooi dat wij hier dingen kunnen maken. En ik hoor weer zo'n worm, hè. Oh boy. En hij is weg. Ah, was een kleintje. Was maar een kleintje. Niks om ons zorgen voor te maken. Nou, hoop ik dat we hier niet echt te veel water gaan tegenkomen. Want dat zou heel erg vervelend zijn. Even kijken. Dit is volgens mij dezelfde hoogte. Zo niet dan toch. Alles wat daarboven gebeurt, dat boeit ons niet. Het gaat er even om dat wij een mooie vierkante kamer hebben. Oké. Nee, even hier wel naar voren toe. Even hier zo. Hé, hey, is daar kobalt eronder? Dat is kobalt, hè? Ja, dat is kobalt. Iemand had mij verteld dat er een speciaal armor gemaakt kan worden, zeg maar, met kobalt armor. Moet ik nog eventjes een beetje beter gaan kijken hoe dat precies werkt. Maar op zich misschien nog wel handig dat we zoveel kobalt hebben gehaald. Wat is dit? Ebstone sand. Of ebon sand. Oh ja, dat is het zand van de corruptie. Ah ja. Niet echt een liefhebber ervan, maar dat maakt niet uit. Oké, nou als we dit weg hebben gemined. Ik zie jullie als ik dit weg heb gemined. Een corruptie keymold. Oh, schnikies. Dat we die al hebben! Ga weg! Oh, snikies! Normaal... Serieus? Hier staat toch een trap verborgen? Frick it! Ik wil iets uitleggen, jongens. Holy snikies! De corruptie keymold. Elke biome heeft zijn eigen keymold. Je hebt de corruptie keymold. Je hebt de hollow keymold. Je hebt de jungle keymold en je hebt de frozen keymold. Er is 1 op 2500. Mag ik dit even verdorie uitleggen? Kom op zeg. Ga jullie nou eens even allemaal fietsen. Geef me een health potion en nou even allemaal je kop houden. Oké, er is dus 1 op 2500. 1 op 2500. 0,04% kans tot dit ding gedropt wordt in de biome waar dat je zit. Van elke vijand. Maakt niet uit welke vijand dat het is.
Normaal gesproken krijg ik dit alleen maar bij farms. Dit is geweldig. Oh mijn god, dit is zo awesome. Dit is zo awesome. Nou, ik heb hier dus zeg maar alle vierkant zeg maar nou een beetje uitgecarved. Dus wat nou eigenlijk de bedoeling is, is dat ik hier alvast een beetje modder neer zou plaatsen. Maar het eerste wat ik wil gaan doen, is hier eventjes een versnizzel eventjes uit bombarderen. Dus, wat heb ik? Poisoned. Ah, lekker belangrijk. Oké, dus we gaan hier eventjes de boel eventjes lekker uit bombarderen. Zo. Dat dit even een mooi rond hokje wordt. Waar we dus zeg maar geen last meer hebben van extra blokjes die hier overal gepland worden. Dus dit kan heel eventjes gaan duren. Dus ik bombardeer hier even overal de schnizzel uit. Oh, ik blaas hier per ongeluk ook de grond op. Dat was niet de bedoeling. Oepsie. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Boom. Ik wil meer boom. Al de booms. Oh, die muur moest heel blijven. Ah, muren die fixen we later wel. Lekker belangrijk. Dus, nee, wacht even. Huh? Nee, deze muur moet ook nog geblomd worden. Al de booms. De kabamo's. Dus ik zie jullie in een seconde. Een bizor? Oh, dat is nog een van de dingen die ik nog nodig had. Oké, dankjewel. Oké, nou, ik denk dat het nou wel een beetje mooi is geworden. Het is een hele vierkante kamer. Het is al een beetje aan het... Oeh, dat is heel snel. Heb ik hem? Heb ik hem bij me? Ja, ik heb hem bij me. Oké. Die moeten we hebben, jongens. Dat is de truffelworm waar ik het over had. En... Ja, ik heb hem! Oké, nou, we hebben pas een heel klein stukje. Dit is echt een lucky of... Ga weg, jij! Dit is echt een luck-aflevering op dit moment. We hebben echt ontiegelijk veel geluk. Ondanks dat hij de mushroom bij hem nou... Het is maar een heel klein stukje, maar ondanks dat hij dus aan het spreaden is al... heb ik die seed opgepakt? Ja, ik heb de seed opgepakt. Ondertussen dat hij dus al aan het spreaden is... Hebben we dus al zeg maar een truffelworm te pakken. Waar ligt die? Waar hebben we hem? Waar hebben we de doodle? Waar hebben we de kleine stinker? Daar hebben we hem. En zoals je ziet, 666 B-power, dat is dus later heel erg belangrijk voor een baas op te roepen. Dus die hebben we al één. Nou, nice. Daar ben ik eigenlijk een heel blij kolijntje om. Dus ik wil heel eventjes, ja, ik weet het heel erg offscreen, maar toch heel eventjes snel even mijn inventory even kleren. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, het is heel eventjes nou mooi weer leeg mijn inventory. Daar ben ik heel erg blij om. En wat ik heel erg fijn vind, is dat we dus zeg maar die keymooi te pakken hebben gekregen. Wat eigenlijk pas veel later belangrijk wordt. En ik normaal gesproken een hele belangrijke farm van maak. Maar hier ben ik eigenlijk ook heel erg blij om. Ik bedoel, je krijgt niet iedere dag zomaar in één keer een keymold onder je neus. En gelijk ook een truffelworm. Die ook heel zeldzaam zijn en moeilijk te vangen zijn. Dus, ja, goede stuff. Ik ben er echt heel blij om. Ik bedoel, wow. Ik moet vaker gewoon single afleveringen opnemen. Want ja, dit is dan één aflevering die ik nou opneem. Omdat ik wil nog eventjes een beetje jullie mening weten over de vorige aflevering. Dus ik moet nog even een beetje wachten op dat er, tot de reacties een beetje binnenlopen. Dus daar hou ik altijd een beetje rekening mee. En ik ben nou dus onderweg naar die Skybase. Om eventjes nog die laatste seed te planten. En eventjes kijken of dat alvast een beetje goed aan het spreaden is. Dan hoeven we in ieder geval naar die Skybase niet meer om te kijken. Wat zeker heel erg fijn is. Dus, dan gaan we weer omhoog. Oeh, hij is al aan het spreaden. Oh, ik zie al paddenstoelen zelfs. Paddenstoelenhuisjes. Ja. Kijk, dat moeten we hebben. De muziek speelt ook al. Dat is goed. Dat is heel mooi dit. Oké, nou laten we hier ook even gelijk zorgen tot hier een siertje komt. En met een beetje geluk, als ik hier nou eventjes doorheen een gras maai. Je neemt zeg maar niet dingen weg. Het spreadt hier echt heel erg snel. Blinkgroet, ga weg. Wij willen jou niet. Hier kunnen we gelijk twee lagen tegelijkertijd. Heb ik weer seeds te pakken gekregen? Nee, geen seeds helaas. Nou ja, kan misschien nog later komen. Dus heel erg fijn om dat natuurlijk hier nou te vinden. Nou, ondertussen dat dan het groeien is. We hebben al een beetje dan zeg maar gepakt. Maar we hebben nog steeds jou. Ga weg. Dat zijn een paar van die dingen. Dat is hartstikke handig. Ik denk dat ik maar eens heel eventjes alvast de bos dingen ga doen. Die ik eigenlijk dus zeg maar van even kijken. Potions, ingredients. Kijk, want deze die kunnen we dus heel erg goed stacken. Dus tot 999, dat is zeker erg handig. Wat ik nodig heb zijn lenzen. En voor de rest ben ik heel eventjes een beetje van de los. Dus, Asher, Brian, vertel me eens eventjes hoe maak ik die andere ook alweer. Eens even kijken, een special locking eye, mechanical eye. Souls of Light en any iron bars. Oké. Dus Souls of Light. Oeh, heb ik die wel genoeg? Ik bedoel, ik zo'n 1, 2, 3 niet uit mijn hoofd. Dus dan ga ik heel eventjes naar mijn kistje hier.
Souls of Night, Souls of Flight en Souls of Light. Nou, we kunnen er twee maken. Oké. Beter iets dan niets. Dus, bouw. En dan materialen. Nee, resources, sorry, mijn fout. Zo. En dan moet ik dus even bij onze meat drill armor. En als ik dan hier ga drukken, dan kunnen we dus zeg maar de mechanical eye. Waarom kan ik hem maar één maken? Waarom kan ik hem maar... Oh, ik heb meer lood nodig. Mocht ik de eerste keer falen, natuurlijk, jullie kennen de drill wel. Mocht ik de eerste keer falen, waar we niet van uitgaan. Oké, twee zou... Zes was toch? Was toch zes? Dude. Ik vind dit eng, jongens. Ik vind dit eng. Oké, dus we hebben twee mechanical eyes die dus die twins op gaan roepen. Die we dus zeg maar een keer hebben moeten vechten. Op het moment dat we dus zeg maar hem tegenkwamen. Welke kogels heb ik nou? Ik heb 59. Deze die moet ik zeker eerst opmaken. Ja, ik moet eerst die opmaken. Dat is het nadeel. Even voorbereidingen. Ik weet het. Het is weer een beetje een lange aflevering. Maar ja, dat zijn jullie ondertussen wel een beetje gewend van mij. Dus, lenzen die mogen terug. Die hebben we nou niet meer nodig. Ik heb het lood heb ik nou even niet meer nodig. Dus eventjes bij de resources. Quickstack. Ja, Iron Skin Potion. Heel erg handig. Die zijn heel erg handig. Even kijken. Thorn Potion. Zeker. Hebben we nog meer? Want ik wil dus zeg maar gewoon de Superior Mega Shark gaan gebruiken. Wat zeker heel erg handig is. Gek weg jij. Jou wil ik bewaren. Voor jou wil ik nog extra Crystallized Bullets maken. Ik denk dat ik heel eventjes gewoon nog wel extra Regeneration Potions maak. Dus heb ik daar nog genoeg stuff voor? Ja. Ja. En had ik er nog een oor voor nodig? Nee toch? Volgens mij niet. Volgens mij was dit alles wat ik nodig had. Nee? Ik heb nog iets nodig. Wat heb ik nodig? Asher, kom eens hier. Heb ik nog meer nodig voor regeneration, jongen? Help me eens eventjes. Dus, Daybloom Seeds. Regeneration. Mushrooms, natuurlijk. Zonder Mario geen regeneration. Oké, nou, dan pakken we die er toch heel eventjes bij. Dat vind ik helemaal niet erg. Eventjes deze erbij gooien. Zo. En daar hebben ze dan. 1, 2, 3, 4. Ja, ik vind het wel zat zo. Oké. Nou, ik wacht even tot het dan avond wordt en ik zie jullie in een seconde. En dan ondertussen zou ik heel eventjes een extra farm maken voor... ik weet niet, hebben we die echt nodig eigenlijk? Hebben we die nodig? Ik bedoel, we hebben zoveel ingrediënten. Ik denk niet dat we dat nodig hebben. Dus ik ga het gewoon heel eventjes hierbij en ik zie jullie in een seconde. Oké, de nacht is ingetreden. Here we go. Oh, hallo, je bent er al snel, hè? Oké, we gebruiken dus toch de Crystallized Bullets. Hallo. En buff. Oh, oi, oi. Hallo. Oké, dus dit zijn de twins op het moment dat we dus zeg maar nou tegen ze vechten. Ik gebruik Crystallized Bullets, ondanks dat ik had gezegd dat ik die niet zou gebruiken. Maar je wil dus als eerste wil je dus zeg maar tegen die groene aan vechten. Je wil dus eerst die groene zoveel mogelijk raken. Hallo. Oeh, we gaan een Sky Battle doen. Want die groene die is dus het meest gevaarlijkste van alle twee de twins. Aangezien die groene zut die kan schieten. Die lasers op zich die doen niet zo erg veel pijn. Oh boy. Oké, die groene die is al in zijn tweede fase. Tijd voor revenge, makker. Oké, de damage die we doen. Ja, de Nimbus rot die heeft niet echt veel nut. Dus, oké. Oh, die rode die zit er niet mee eens. Oké, heel voorzichtig. Waar is hij? Oh, daar is hij. Hoi! Alsjeblieft eventjes afstand houden. Oh boy. Ga dood. Oké, de eerste is dood. We hebben alleen nog maar de rode waar we ons druk over hoeven te maken. Oh, de damage. En weer die muziek van de Wall of Flesh. Ik weet niet of jullie het horen, maar we hebben hem weer. En die gaat eigenlijk best wel lekker zo. Oké. Even snel naar je tweede vorm. Ik zie niks meer. Hallo. Ah, zombie. Oh, hallo. Ik wil er even een luchtbattle van maken, dat vind ik wel gezellig. Ah joh, die lasers die doen mij toch bijna niks, man. Oh, al de damage die we krijgen van jou, heerlijk. Ik heb nog niet eens een life potion nodig. Waarom rende ik weg voor jou? Oh, je bent al dood. Ik wil die zooi eigenlijk kunnen pakken. Hallo. Dank je. Hé, wat? Zit er hier een... Waarom zit hier een frost enemy? Ga weg. Oké, we hebben weer wat hallowed bars, maar wat het voornamelijkste was dus eigenlijk zeg maar die andere. Weet je wat, we doen er gewoon nog even eentje.
The twins has been awoken! Oké, even iets hoger mikken. Ah, zo moeilijk ben jij niet, man. En zoals je dus ziet, ja, dat wou ik eigenlijk laten zien voor achter de schermen op het moment dat we dus, zeg maar, klaar waren met deze boss battle. Maar ja, Fiverr die heeft zijn naam gekregen op zijn dak, dus speciaal voor Fiverr, waarom ook niet? Ik bedoel, het is een speciaal konijntje naar ons hart. En beschermt ons bij alle dingen die we dus, zeg maar, doen in deze wereld van Terraria. En jongens, waarom al die random dudes? Oh, je bent al in je tweede vorm, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Oh, oké. Ja, je kan me niet raken, joh. Ik ben in de lucht veel beter dan jou. Dat is niet goed, dat is niet goed. Oh, je had nog meer stuff voor me. Ah, heb ik gewoon niet opgepakt. Daar ben ik niet zo blij mee. Oké, nou, de dag is nog jong. Jij hebt doodgaan. Jij hebt doodgaan, dude. Ik zie je niet meer. Ik neem eigenlijk best wel veel schade. Nou, ga eens even dood, jongen. Groentje. Oké, de groene die is dood. En hij heeft zijn trofee laten vallen. Dat is alleen maar mooi. Kun jij ook wel even sterven? Ga eens even naar je tweede vorm van mij apart. Ik wil dit weer doen zonder health potion, jongens. Ik wil jou belachelijk maken. Ah, al de damage die je krijgt. Ja, we hebben je bijna. 2000 health nog. Jongen, je stelt bijna niks voor. Het is jouw groene broer die eigenlijk best wel gevaarlijk is. En hij is dood. De twins zijn verslagen. Weer hollow bars. Ah, geen extra dinges. Of jouw soul of sight nog meenemen. Nou, dat was de twins, dames en heren. Daar hebben we nog niet eens een dev bij gekregen. Ah, op zich heel erg goed gedaan. Nou, eens even kijken. We hebben dus... we hebben de twin mask te pakken gekregen. Ah, oké. We hebben dus zeg maar de spasm trofee. Dat is dus zeg maar de trofee die we hebben gekregen van de groene oog. Van het groene oog, dus zeg maar dat die groene koe afschoot. Joh, wel netjes hè. Wel netjes doen. Nou, daar hebben we dus weer Hallowed Bars van gekregen. En we hebben dus 61 Souls of Sight die we dus nodig gaan hebben voor onze nieuwe pickaxe. Die we dus zeg maar zeker moeten gaan maken. Dus ja, ik wil het daar eigenlijk een beetje bij laten. Nou, we hebben maar één keer de buff nodig gehad. Dus ja, zoals ik al zei, ik heb dus eventjes ondertussen dat ik wachtte tot het dus zeg maar dag wordt extra te, extra standbeelden, die wil ik dus hier bovenop geplaatst. We hebben dus zeg maar hier het huis van Fiverr. Ik heb het speciaal zo Fiverr genoemd. En als we dus zeg maar naar de Wall of Awesome Commons gaan, dan staat hier CP20. Deze stenen die kunnen we dus zeg maar maken van 50 stenen per letter. En dan moeten we dus zeg maar bij onze Heavy Workbench gaan staan. En dan kunnen we dus zeg maar alle letters maken van het alfabet. En zo heb ik dus zeg maar die letters voor jullie gemaakt. Nou ja, ik vond het een beetje op kleuren. Goed, dan gaan we naar de comment van de dag waar ik bijna helemaal doorheen loop. En de comment van de dag die heb ik al geplaatst. Ondertussen dat ik weer wachtte op het moment dat het dag werd. Leek me net zo makkelijk. De comment komt van KirbyPlayer12. En die heeft geschreven: ik heb net een enorme week achter de rug. Alles ging fout voor mij deze week. Maar elke dag als ik je video's kijk, voel ik me al wat beter. En daar wil ik je heel hard voor bedanken, ZeldaPlayer. Smiley face. Nou KirbyPlayer, ik ben blij dat ik jou heel blij maak met de video's. Ik ben blij dat ik jou blij maak, ben anderen blij maken en heel veel blij maak. Zoveel blijheid, zoveel vrolijkheid en samen zijn we blij. Hey! Niemand? High five? Nee? Nou ja, in ieder geval bedankt voor je reactie. Fijn om te horen dat ik jou heel blij maak met de video's. Dat ik net zo heel veel mensen ook heel blij maak met de video's die ik maak. Dus heel erg bedankt voor deze leuke reactie. Echt tof. Maakt mijn dag ook weer goed dat jouw dag weer goed is door mijn video's. Tot jouw video. Ja, dus ik dank je sowieso voor het kijken. KirbyPlayer, gefeliciteerd. Je staat op de wall. Dus gefeliciteerd. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Morgen gaan we kijken wat we dus zeg maar extra gaan bouwen voor een huis. Gaan we waarschijnlijk de derde mechanical boss doen. Gaan we nog heel eventjes wat Souls of Light proberen te pakken te krijgen. En wat extra crystals voor crystals bullets. Want ja, we hebben er nog maar 876. En ik heb er nog wel wat meer nodig. Dus lijkt me makkelijk om dat te doen. Dus heb je leuks op een beetje? Laat weten in de reacties. Laat een like achter als je er de tijd voor hebt. Fiverr, heel erg bedankt voor het assisteren deze let's play. Ik zie jullie allemaal morgen bij de volgende part. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!